Ik ben Nora Schenk, ik ben 39 jaar. 15 jaar geleden kreeg ik de diagnose reuma. Toen hield ik nog niet van hardlopen, maar dat ben ik gaan doen. En nu kan ik niet meer zonder. In Nederland hebben zo'n 300.000 mensen een vorm van ontstekingsreuma. Deze vorm van ontstekingen die veroorzaken pijn, stijfheid, pijnlijke gewrichten, moeite met bewegen. Ik zeg altijd, sporten is mijn medicijn, want door het hardlopen heb ik minder last van mijn reuma. Toen was ik echt heel ziek, ik kon nauwelijks van de bank opstaan, de trap op was niet te doen. Maar mijn reumatoloog motiveerde me om te bewegen. En dat ging zo lekker. En ik merkte dat ik me daardoor steeds beter voelde en minder last kreeg van mijn reuma. En uiteindelijk heb ik zelfs een marathon gerend. 4 uit nu. Alhoewel er steeds meer wetenschappelijk bewijs komt dat ook sporten met een hogere impact en met een hoge intensiteit veilig zijn voor mensen met een vorm van ontstekingsreuma, is er vrij weinig bekend over specifiek hardlopen. Wanneer mensen in staat zijn om hard te gaan lopen, zien we ook dat ze zich meer empowered voelen, dat ze weer plezier krijgen. Dat geeft weer het idee dat ze weer wat kunnen in plaats van dat ze alleen maar geleid worden door hun symptomen. Dus daarom is hardloopmiddel ook een heel krachtig middel om het gevoel van eigenwaarde te versterken bij mensen met een vorm van ontstekingsreuma. Er is gebleken dat er veel interesse is in hardlopen onder de doelgroep. Toch is ook gebleken dat er veel vragen zijn over de veiligheid en de voorwaarden waaronder hard gelopen kan worden. Met de uitkomsten van dit onderzoek willen we een groter onderzoek doen waarmee we de effecten van een op maat gemaakt hardloopprogramma voor mensen met reuma in kaart kunnen brengen. En materiaal te ontwikkelen waarmee professionals ook makkelijker hardloop kunnen aanbieden voor mensen met een vorm van ontstekingsreuma. Ik wil dat iedereen weet dat bewegen goed voor je kan zijn, ook als je reuma hebt. Als door mijn verhaal één iemand met reuma denkt van nou, misschien kan ik het ook eens doen, dan is mijn missie al geslaagd. Dus ik hoop dat mijn verhaal andere mensen inspireert om ook de hardloopschoenen aan te trekken.